Argent, je eerste derby, hoe heb jij hem beleefd? Ik denk, mooi kan niet. Althans, als ik de 3-1 maak, dan omsterven ik denk ik in het dorp. Maar ja, dit is gewoon de jongensdroom. Je mag scoren in je basisdebuut ook nog en tijdens de derby. 10 minuten voor tijd wist ik pas dat ik echt in de basis zou starten. En dan, ja, dan gaat die knop om. En, helaas 2-2, maar ik ben wel tevreden. Ja, jij zegt al die 3-1. Kan jij eigenlijk ons even meenemen naar dat moment? Hoe heb je het beleefd, dat moment? Ja, ik kreeg volgens mij een diepe bal van Jury. Ik weet niet zeker of Jury dat was. En ja, op snelheid. Ik wist dat ik sowieso sneller zou zijn. En ik blok hem nog, zodat hij niet voor me kan komen. En ik doe alsof ik schiet. En ik kap hem naar binnen en ik zie in één keer dat ik 2 man heb uitgekapt. En ik raam hem gewoon met links. En ik moet zeggen, echt een prima redding van de keeper. Het is niet de slechtste keeper natuurlijk, Jamie Schaap. Maar helaas heeft hij niet mijn avond gemaakt vandaag. Hoe heb jij gekeken naar de andere jongens? De blauwe collega's, om het zo maar te zeggen. Hoe vond jij dat ze speelden? Ja, ik denk dat ze zichzelf niet gek lieten maken. Sommigen hebben het wel vaker meegemaakt, zoals Oostinje. En we hebben nu wel jongens met ervaring die wat ouder zijn. Ik denk Jury, ook mooi voor Jury. Ze speelde natuurlijk niet zijn beste wedstrijd, maar ze won wel vaak zijn duels. Dat vond ik ook mooi om te zien. En ik denk uiteindelijk terechte uitslag 2-2. Laatste vraag. Jij speelt vandaag in de basis. We zien steeds meer van jou. Verwacht jij volgende week en de weken erop ook in de basis staan? Dat is dan aan de trainer, maar als het aan mij ligt, dan sta ik inderdaad. Bedankt en succes. Dank u.